Gervink komt oorspronkelijk uit de papierindustrie. Dus het grootste deel van wat wij aan recyclebare materialen verwerken is papier, oud papier. Daarnaast verwerken we jaarlijks zo'n 10.000, 15.000 ton ferro- en non-ferrometalen. Onze klanten zijn particulieren die met metalen hier aan de werf komen. En verder heel veel bedrijven, variërend van een notariskantoor wat voornamelijk vertrouwelijke materialen als archief en computers heeft, tot grote industrieën waar grote afzetcontainers staan om papier, metalen, hout, chemisch afval, restafval, alle andere soorten materiaal waar onze klanten van af moeten. En dan zorgen wij dat daar de juiste bestemming voor gevonden wordt. Wij zijn een familiebedrijf. We zijn in 1879 opgericht door een van mijn voorouders, Reinier van Gervink. En sindsdien is het bedrijf altijd in handen van mijn familie geweest. Op dit moment ben ik samen met mijn moeder eigenaar en ben de vijfde generatie in ons bedrijf. Als je als bedrijf wil voortbestaan, zeker zoals wij hebben een lange horizon, dan is innovatie essentieel. We zijn samen met een klant van ons bezig om hun consumentenproduct te zorgen dat het aan het eind van zijn levensduur weer teruggehaald wordt. Dat wij dat netjes kunnen recyclen, zoveel mogelijk grondstoffen er weer uit kunnen halen. En weer kunnen zorgen dat van die grondstoffen hetzelfde product opnieuw gemaakt kan worden. Een ander project is het doorontwikkelen van een machine bij ons, waarmee we restrollen met papier op een efficiënte wijze uit elkaar kunnen halen. Wat ik belangrijk vind is dat we een mooi bedrijf kunnen doorgeven aan een volgende generatie. Verder vind ik het heel interessant dat we in de hele wereld veel afval hebben, weinig grondstoffen. En als wij er dan een bijdrage aan kunnen leveren om van die afvalstoffen grondstoffen te maken, dan ben ik daar eigenlijk wel trots op dat wij dat als bedrijf mogen doen.